De auto had ik al wat ervaring mee, een Porsche 956 van Canon. En ik vond het allemaal wel leuk, het circuit. Hè? Dus het was een deel, dat kende ik dan een beetje, hè? Dat was makkelijk te verkennen. Kwam ik daar in de buurt van de Porsche corners, hè? De Porsche bochten. En toen haalde ik even die nieuwe en die oude door de war. Dus ik was gewoon aan het opschakelen en ik dacht van nou, dat is allemaal geweldig. En toen schoot ik geloof ik met een kleine 300 kilometer de Escape Road op, richting dat Maison Blanc. En wat al lang niet meer in gebruik was, maar daar stond ik bijna binnen. Dus dat was even heel slordig. Het ging wel super snel en lekker en hard, maar ik moest even omkeren. Gelukkig was die uitloopstrook heel lang. Dus ja, dat was mijn eerste ervaring, maar tot op de dag van vandaag gewoon absoluut fascinerend circuit. Ik was toen 14 en pupilletje bij Rob Slotemaker, hè, was ik op een 12e begonnen. Rob die leerde mij alles op het gebied van slippen en noem maar op. Maar Rob was toen in Le Mans voor de opname van die 24 uur film van Le Mans met Steve McQueen. Steve McQueen die had het toen over Chad McQueen, zijn zoon, hè, die ik later heb leren kennen. Dat hij aan het motocrossen was. Nou, Rob altijd voor de grap een beetje bravoure, hè. Die zegt van nou, ik heb thuis een ventje en die kan op een droge weg pirouetjes maken met een auto. En die is, ik weet niet wat hij toen zei, 12 waarschijnlijk. Ik was 14. Nou goed, dus ik mocht de volgende keer mee. Want hij zei, nou neem me eens mee, dat vind ik wel leuk om te zien. Nou ja, dat was voor mij natuurlijk fantastisch. Dus ik, de reis ernaartoe vond ik al fantastisch. Hè, met Rob door Parijs heen. En geweldig, groot kasteel om te slapen. Dus het duurde een uur voordat ik ging slapen natuurlijk. Want ik was allemaal niet gewend, helemaal geweldig. Nou, de volgende dag ontmoet ik Steve McQueen. En ik had mijn pirouetje gedaan, nou, dat vond hij allemaal leuk. Dus ja, dat was mijn eerste ervaring op Le Mans. Maar dan op datzelfde moment was dat ook gewoon mijn eerste ervaring met Porsche. En die twee zijn lastig los van elkaar te interpreteren. Want ik stond bij het bekende Tête Rouge, waar je het rechte stuk opkomt. Toen nog 5 kilometer. En daar stond ik letterlijk en figuurlijk in mijn korte broekje steentjes te schoppen. En te wachten tot Rob klaar was. Want Rob heeft alle spins in die film gedaan. Hij reed ook de cameraauto. Maar dit was even, het was lunchpauze. Dus terwijl ik daar langs de baan stond in Tête Rouge, hoorde ik een geronk achter me. En ik kijk om en daar staat dus die adembenemend mooie Porsche 917, hè, die Gulf Porsche. Dat tot op de dag van, vandaag waarschijnlijk nog gewoon de mooiste Le Mans auto ooit is. En die staat daar, dat deurtje gaat open en van, hey, ben jij met Slotemaker? Ik zeg, ja, oh, spring erin, want we gaan lunchen. Dus Oké, dus ik spring erin. Nou, ik zag alleen maar die bomen aan me voorbij gaan, want vooruitkijken ging niet. Ik lag op mijn rug in mijn korte broekie. En alleen al die lucht en die resonantie en dat geluid, nou, dat vergeet je nooit meer. En ja, dat was waanzinnig. En dan dat lange rechte stuk waar geen eind aan komt. Iedereen gewoon zo te inspireren en te motiveren, hè, om die mensen gewoon te laten willen om dat even wat, datgene wat ze doen, beter en sneller te doen dan anderen. Hè, om die gewoon die cultuur in je team te introduceren. En dan heb je het ook nog over materiaal. Hè, dat moet heel blijven, er mogen geen haarscheurtjes in zitten. Dus hoe goed je het ook voor elkaar hebt, je kunt altijd met de stomste dingetjes uitvallen. Dus het is gewoon zo moeilijk om al die factoren te beheersen. Er zijn er een aantal, daar heb je controle over. En een aantal ook niet. We hebben mensen zien crashen op Le Mans door fouten van anderen, van deelnemers. Dus het is ja, één Russisch roulette met 3 kogels wat betreft de kans op aankomen. Dus ja, omdat het zo moeilijk is, is het heel boeiend. Ik denk dat ze zo succesvol zijn omdat ze niet besluiten om mee te doen, maar ze besluiten gewoon om te gaan winnen. Daar trekken ze dan altijd wel een termijn voor uit. Meestal zo'n jaar of 3. Als Porsche aan een evenement als Le Mans begint, dan bouwen ze een auto voor 48 uur of 96 uur om die 24 uur te winnen.